Lieve bezoeker, ons hart huilt. We zijn diep getroffen door een ordinaire diefstal. Ruim twee weken geleden stonden wij al teleurgesteld en verdrietig voor u, omdat we moesten sluiten als museum en theater. Maar na gisteren zijn we echt in diepe rouw. Er is een belangrijk werk ontvreemd uit de tentoonstelling Spiegel van de Ziel. Ja, dat is het werk Pastorietuin in Nuenen, in de lente geschilderd van 1884. Toen Van Gogh 2 jaar lang bij zijn ouders zat. Zijn vader was daar dominee en Van Gogh vond inspiratie en troost in de prachtige tuin achter de pastorie. En dat is nou precies dat hetgene dat Van Gogh ook heeft doorgegeven aan ons en wat kunst in het algemeen doet. Inspiratie bieden, schoonheid, maar ook troost. En zeker in deze dagen. En daarom hebben we ook tegen elkaar gezegd als team: dit is heel verdrietig, maar wij laten ons niet uit het veld slaan. Wij gaan door. Wij blijven optimaal gemotiveerd om u mooie kunst te kunnen bieden. Dat doen wij voorlopig nog met die prachtige filmpjes die we hebben gemaakt. Jan Rudolf, die vertelt over de werken uit de tentoonstelling. En zodra het ook maar kan en we weer open kunnen, dan doen we dat met heel veel plezier met ons museum en theater voor u. Heel graag tot ziens in betere tijden. Wij gaan door.